Vanuit de vorige les weet je nu hoe je de extra gereedschap pen toevoegt en hoe het middelpunt van de sprite kan aanpassen. Het beweegblok ga naar muisaanwijzer hebben we ook toegepast. Je gaat nu andere manieren leren om te bewegen. Je leert hoe je met de pijltjes toetsen je poppetje, in dit geval de kat, laat bewegen. En combineren met de eerdere les over tekenen en je kan mooie figuren tekenen. We gaan weer werken met algoritmen, de stapjes achter elkaar zetten en herhaallussen. In de eerdere les heb je al de gebeurtenis als op spatiebalk wordt geklikt gebruikt. Nu ga je gebeurtenissen als ik op pijltjes klik gebruiken. In Scratch leer je twee verschillende manieren om het bewegen te programmeren. En je gaat heel veel leren over x- en y-coördinaten op je scherm. Aan het eind leer je hoe je programmeerblokken je op kan slaan in je rugzak, zodat je ze later weer kan gebruiken. Natuurlijk ga je weer doorzetten, zoek aan het eind de fouten op. En werk jij je motivatie. Voordat we gaan programmeren is het belangrijk om te weten over x- en y-coördinaten in Scratch. Een belangrijke les dus, luisteren en kijk goed. In Scratch kunnen we over de x-as bewegen van links naar rechts. Links wordt x kleiner, daar zie je een min x staan. En rechts wordt x groter, daar zie je een plus x staan. Horizontale bewegingen gaan dus over de x-as. Verticale bewegingen van beneden en boven gaan over de y-as. Omhoog wordt de y groter en naar beneden wordt de y kleiner. Dat gaan we nog verder uitleggen. Als ik naar rechts wil, moet ik de x dus veranderen met een positief getal, met een groot getal. Hier zie je de zwarte bal naar rechts gaan, 100 stapjes over de x-as. Als ik naar links wil, dan verander ik de x met min 100, of min 10, of min 5, net wat je nodig hebt in je programma. Om naar links te gaan, verander je x met min 100. Wil ik nog verder naar links, kan ik weer met x met min 100 veranderen. Als ik omhoog wil, verander ik y met plus 100. Dus omhoog verander y met 100. En je kan het al raden, als ik omlaag wil, verander y met min 100. Helemaal rechts is x 240 en helemaal links is x min 240. Dat zijn dus de uiterste plekken op je scherm. Bovenaan is y maximaal 180 en onderaan y min 180. We gaan het toepassen in een Scratch-programma. Kies een sprite, een poppetje, dat je van boven ziet. Zoals bijvoorbeeld de kat die ik ga gebruiken, maar je kan ook de krab nemen of een ander poppetje wat je van boven ziet. Ik kies voor de kat. Mijn gewone kat kan weg, dus ik klik hier op de prullenbak. Ik kies dit poppetje, omdat ik straks mooi kan laten zien hoe je hem van links naar rechts over het scherm kan laten bewegen. We pakken een gebeurtenis en ik kies voor wanneer spatiebalk wordt gebruikt, maar ik verander hem in wanneer pijltje naar rechts wordt ingeklikt. Wanneer pijltje naar rechts wordt ingeklikt, moet ik over de x-as naar rechts bewegen. Ik had net al laten zien, dan moet ik de x veranderen met 10 of ik maak kleine stapjes met 5. Dus als ik nu pijltje naar rechts klik, doet die kleine stapjes naar rechts, want ik verander mijn x met 5. Ik maak een kopie met mijn rechtermuisknop, maar ik kan het ook opnieuw doen. Pijltje naar links. Nu moet ik mijn x niet veranderen met 5, want dan gaat hij naar rechts, maar met min 5, want mijn x moet kleiner worden. Dus ik heb nu de kat die naar rechts en links kan bewegen. Wil ik naar boven toe, pak ik weer een gebeurtenis, meneer spatiebalk. Ik zet deze trouwens even netjes naast elkaar, rechts daar, links daar. Wanneer ik pijltje omlaag doe, dan verandert niet mijn x, maar je zag net op de y-as moet ik veranderen. Dus verander y met, ik ga omlaag, dus min 5, want ik moet naar beneden toe. Ik maak een kopie met mijn rechtermuisknop. Pijltje omhoog.
verander i met 5, want hij moet omhoog gaan. Je ziet dat de kat nu steeds op dezelfde plek blijft, terwijl ik soms wil dat hij de richting omhoog doet of naar beneden gaat. Ik zal het even uitleggen. Ik kan mijn poppetje ook verschillende kanten op laten kijken. Je ziet hier dat de kat naar rechts, naar boven, naar links en naar onder kijkt. In de eerste les heb je al iets gezien over waar je dit kan regelen. Als je de kat naar rechts wil laten kijken, dan richt je de kat naar 90 graden. Je gebruikt daar het blok voor, richt naar 90 graden. Moet de kat naar boven kijken, richt je naar 0 graden. Kijkt de kat naar links, richt je naar min 90 graden. En kijkt de kat naar beneden, dan richt je naar 180 graden. Je zal het vanzelf zien straks in je programma als je aan de knop draait. We hebben dus het blok richt naar 90 graden nodig. Als ik naar rechts kijk, moet hij naar rechts kijken. Dus moet het poppetje naar rechts gericht staan, naar 90 graden. Ik zet het blok voor mijn blok veranderen met x, want ik wil dat hij eerst draait en dan pas gaat bewegen natuurlijk. Als hij naar links draait, zijn er twee. Dan moet mijn kat dus naar min 90 graden kijken. Op deze manier. Dus die zet ik bij mijn pijltje naar links. Naar beneden richt hij zich naar 180 graden. En naar boven richt hij zich naar 0 graden. We gaan er nu nog de pen aan toevoegen. Zoals het goed is, weet je nog hoe dat moet. Je klikt op het plus. Ik heb hem hier al staan, maar je klikt op de pen en je hebt je penblokken. Ik heb weer een gebeurtenis nodig die bij het begin van mijn scherm leegmaakt. Weet je het nog? Precies, bij gebeurtenissen, als op de groene vlag geklikt wordt. Bij pen wis alles, zodat ik weer een leescherm heb. En met deze keer doe ik meteen mijn pen naar beneden, pen neer. Nu wil ik dat de kat naar rechts en naar links een andere kleur doet. Als mijn pijltje naar rechts gaat, bijvoorbeeld wil ik dat mijn kleur rood is. En ik wil een mooi helder rood hebben, met veel kleur erin. Ik maak alvast een kopie. Ik maak nog een kopie. Oh, die zet ik hier neer, maar ik wil nu niet rood. Maar ik wil bijvoorbeeld naar links een leuk roze hebben. En ik wil naar boven blauw hebben. En omlaag kies ik voor de kleur groen. Ik heb nu dus gezegd, bij het begin wis alles. Zet pen neer. Oh, ik wil nog een pendikte. Ik kies maak pendikte. En ik maak er bijvoorbeeld 20, lekker dik. We gaan hem eens testen. Waarom doet hij het nu niet? Ik ben vergeten op de groene vlag te klikken, waarbij alles gewist wordt, de pen dikte gemaakt wordt en de pen neergaat. Dus ik klik eerst op de groene vlag. En ik heb nu mijn kleuren naar links roze, naar beneden groen. En ik kan zo mijn eigen kunstwerk in elkaar knutselen. Probeer jij het ook maar. Verander de kleuren, maak een mooie andere kleur, dikte van. Succes! Er zijn verschillende manieren om de kat te laten bewegen.
We hebben nu één manier gedaan, en dat is verander x en y. Maar je hebt ook het blok schuif naar. Bijvoorbeeld schuif naar x 100 en y 100. Als ik daarop klik, schuift de kat naar een plek toe die wordt aangegeven met x is 100 en y is 100. Of, maak even mijn scherm leeg. Min 100 voor de x en 100 voor de y. Of min 100 voor de x en min 100 voor de y. Je ziet nu dat ik allerlei plekken kan schuiven. Hij houdt de groene kleur omdat ik die als laatste gebruikt heb. Allerlei plekken toe kan gaan op het scherm. Elke plek heeft op het scherm heeft zo zijn eigen coördinaten. We zien hier nog een keer het speelveld van Scratch. Ik heb het programmablok schuif in 1 seconde naar x is 100 en y is 0. Ik verschuif dus over de x-as naar een plek die 100, 0 heet. Bij dit programma, bij dit blok, zeg ik schuif naar x is 100 en y is 100. Ik zit nu rechts bovenin in mijn scherm. Ik schuif nu naar x is min 200. Hij schuift dus naar links. En naar y 100. X min 200 en y 100 is deze plek op het scherm. En dit is x min 200 en y min 100. Je zag dus al net dat de oranje lijn de x-as is, die naar rechts toe groter wordt en naar links die kleiner wordt. En de y-as van boven naar beneden loopt, die naar boven groter wordt en naar beneden kleiner wordt. Rechts bovenin is daarom de x groter dan 0 en y ook groter dan 0. Bijvoorbeeld x 100, y 100 is een plek die hier op het scherm zit. Links boven is de x kleiner dan 0. Bijvoorbeeld x min 200 en de y is groter dan 0. Bijvoorbeeld y 100. Dat is deze plek. Onderin is de x kleiner dan 0 en de y kleiner dan 0. Bijvoorbeeld min 100x en min 100y. En rechts onderin is de x groter dan 0, maar die gaat naar rechts toe. Maar de y is kleiner dan 0, maar die gaat naar onder toe. Dus bijvoorbeeld 100 min 100. Ik zal dit in het programma even laten zien. Ik pak gebeurtenis wanneer op spatiebalk wordt gedrukt. En ik zeg schuif in 1 seconde naar 100, 100, dat is dus rechts in het veld, rechtsboven in het veld. Ik maak een kopie met mijn rechtermuisknop. Ik zeg ga naar min 100, min 100, min 100, sorry, en y nog steeds 100, want we blijven bovenin staan. Min 100, min 100, dan gaan we naar linksonder. En een kopie van x wordt weer 100, want hij moet naar rechts toe. En y blijft nog beneden. En uiteindelijk weer naar rechtsboven. 100, 100. Dus hij gaat eerst naar rechtsboven, linksboven, linksonder, rechtsboven. Klik op mijn vlag. En als op die spatiebalk wordt geklikt, maakt hij er een vierkant van. Sta ik nu ergens anders en ik klik op de spatiebalk, maakt hij eerst de lijn daar naartoe. Dat vind ik lelijk. Dat kan ik oplossen door bij mijn groene vlag, voordat alles wordt gewist, eerst te zeggen van ga naar 100, 100. Als ik nu op de ergens sta, maakt hij een leeg veld. Ik sta rechtsboven, spatiebalk en hij tekent de vierkant. We gaan nog mooiere manieren leren om vormen te tekenen, maar voor nu was dit genoeg om alles te leren over bewegingen. Een vraag. Wanneer komt de olifant, die nu op x min 200, y min 100 staat, bij de appel die op x 100, y min 100 staat? Is dat bij A, maak x 100, maak y min 100? Of bij B,
verander x met 300 en verander y met niets. Of bij c, schuif in 1 seconde naar x 100, y min 100. Of bij d, neem 300 stappen. Het goede antwoord is, dat zal er 4 goed zijn. Je kan het x en y maken, 100 min 100. Ik kan x veranderen met 300, hij staat nu op min 200. Dus als ik er 100, 200, 300 bij doe, komt hij op de goede plek. Je kan dus ook 300 stappen nemen, komt hij op de goede plek. En ik kan ook in 1 seconde schuiven naar de goede plek. Dus alle 4 de antwoorden waren goed. Je kunt nu zelf je game uitbreiden. Maak een tweede spreid en bedien die met de A, W, S en D knoppen. En speel samen om elkaar te vangen. In les 8 leer je dan hoe je daar echt punten aan gaat hangen. En hoe je poppetjes kan laten verdwijnen als ze elkaar raken. Succes!